Een vriendin is 1,70 meter. Want mensen geloven dat soort shit. En dat is wat er altijd gebeurt. Met alles tegenwoordig. Kijk, een tijdje geleden heb ik Humo's Comedy Cup gewonnen. En in mijn kop gaat het dan van weten. Ik win als comedian een comedywedstrijd. Vanaf nu gaan ze mij vragen en mij boeken als comedian. Dat bij mij dus niet, hè. De vragen die mensen stellen, dat is waanzinnig. De mails die mensen mij sturen, dat is gewoon ongelooflijk. Ik heb hier een mail meegebracht voor jullie. Gewoon voor aan te tonen wat voor waanzin dat mensen mij mailen. En ik heb hier een mail bij en die komt van Wesley van Haften. Is Wesley toevallig aanwezig vanavond? Of iemand die een kind of zo... Kan hij bestaat echt, hè? Oké, jammer, toch. Ik ga het toch voorlezen. Beste, ik, Wesley van Haften, ben al een tijdje bezig met nightlife-evenementen en ik heb het volgende idee. Ik heb een badkuip aangekocht waar alle flessen drank ingestoken zouden worden en zo door de hele zaal met een heleboel vuurwerk wordt gedragen. Nu, als kerst op de taart... Jazeker, kerst op de taart. Jij moet niet lachen, Robert, je hebt een spellingscorrector. Als kerst op de taart had ik gedacht aan een dwerg die vooraan in de badkuip zou staan als deze door de zaal wordt gedragen. Begrijp me niet verkeerd, ik wil helemaal niet onrespectvol overkomen, maar ik heb een constante honger naar vernieuwen en betere ideeën voor het nachtleven. Indien interesse, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Met hele vriendelijke groeten, Wesley van Haften. Ik weet niet wat er op deze moment door jullie hoofd gaat. Maar de eerste keer dat ik dat las, mijn kop ontplofte. En het enige wat ik heel een tijd kon blijven denken was... Wat een kutfeestje is dat? Ja, maar beeld u dat in. Beeld u in, hè? Je ziet dan van die mooie, versierde, ronde eikentafels. Hè? Met midden zo'n schoon bloemstukje op. Je hebt juist keigoed gegeten. Ik weet niet, kaasfondue of het een of ten, of wijze, dat kan ook. Hè? En je denkt bij je wagen... En je denkt zo bij je wagen... Oh, man. Ik zit zo vol. Voor mij nog een koffie en de avond is compleet. En op dat moment... vliegen de deuren open. Er komen 3 gasten binnen met alleen maar een gouden speedo aan. Op hun schouwers, een kristallen bad. Je ziet al dat bad, dat ligt vol met blokken ijs, flessen, drank, vuurwerk. En ineens zie je de meiden van voorin staan met een halve blote, gelijk als op de Titanic. Oh! Dat is toch een kutfeestje? Dus ik heb een mail teruggestuurd. Beste Wesley, ik ga graag in op je voorstel... maar sta me toe wat mee brein te stormen. Ik denk niet dat dat grammaticaal een topzin is. Maar ik denk ook niet dat de Wesley dat gaat doorhebben. Ik stel voor dat je in plaats van een dwerg je eigen moeder in het bad zet. En het opvult met pandasperma. Intussen duw je het vuurwerk in haar reet... en laat haar ronddragen door 4 naakte albino-Amazone-indianen. Als kerst op de taart. Laat haar dan met een mond vol pandasperma het Spaanse volkslied gorgelen. Om het daarna door te slikken met de magische woorden, had ik dat ook mogen dan met zout waar onze Wesley uitgekomen is. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil helemaal niet onrespectvol overkomen. Maar ik heb ook een constante honger naar vernieuwen en betere ideeën voor het nachtleven. Indien interesse, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Met hele vriendelijke groeten, William Boeva. Dankjewel. Nooit een antwoord op gehad.